Ons project gaat over het maken van een product van veldbonen die aantrekkelijk is voor de consument. Van de veldbonen hebben wij 3 producten ontwikkeld. Een pizzabodem, een pasta en een dipsaus. De veldbonen is een heel duurzaam product. Er zitten heel veel voedingsstoffen in, vooral heel veel eiwitten. En je kunt het ook heel goed vergelijken met sojabonen, maar het is veel duurzamer. De veldboon is heel duurzaam omdat er heel weinig grond nodig is om het te verbouwen. Het is in Nederland wordt het verbouwd, dus het heeft weinig transportmiddelen nodig. De wortels van de veldbonen houden stikstof vast en dat is heel mooi, want daardoor blijft de grond vruchtbaar. Wij vinden het heel top omdat wij bij kunnen dragen aan veranderingen in de voedselketen.